Ja, vriend, die hoort er al. Kijk hier, kijk daar. In de achtergrond staat het te blaffen. Met Pep even aan het uitlaten. Ja, ik heb net gekeken naar het hele gedoe van Boos. En alles over de Voice. Ja, goeiedag. Wat moet je daar nou van zeggen? Ik bedoel, het is toch werkelijk... Ja, om mee te beginnen, vrienden. Ja, wat ik erover moet zeggen is dat wij mannen... Ja, vrienden, mannen. Ja, we komen er niet goed uit, hoor. Goede god. Wat zien wij er matig uit in zo'n verhaal. Ja, want daar komt het dan toch op neer. Ja, hou aan je poten thuis. Zit nou niet met je fikken aan die vrouwen. Hou nou je handjes thuis. Daar gaat het hele verhaal over. En dat is gewoon wat... Ja. En dan kun je wel... Kijk, die John de Mol. Ik heb hem gezien, die John de Mol. Ja, en moet je eens luisteren. Ik ben al heel kritisch geweest op John de Mol. En dat ben ik nog. En ook op het SBS. En dat zijn ook allemaal baggerprogramma's. Dat blijf ik zeggen. Maar ja, hij was toch ook wel weer redelijk in dat hele interview. Ja. Ik bedoel, hij kan er toch ook niet alles aan doen dat er een stelletje van die gasten zijn die hun tengels niet kunnen thuishouden. En ja, dat is dan toch ook niet zijn schuld? Ja, en dan zegt John natuurlijk, ja, die vrouwen moeten zich eerder melden. Ja, dat is misschien een beetje een ongelukkige opmerking. Maar hij bedoelt dat wel goed. Ja, het komt erop... Ja, eigenlijk het komt er gewoon op niet dat wij mannen... Ja, wij moeten ons gewoon gedragen. Daar gaat het over. Ja. En dan moet je niet de bal eigenlijk bij die vrouwen neerleggen. Maar ja. Dus ik vond die de Mol wel redelijk. Ja, goed had het. Hij wist het eerder van de bandleider. Natuurlijk. In 2019 was het. En niet 2016. Toen wist onze John het al. Maar ja. Het was voor het eerst. En hij dacht van nou goed. Het zal wel niet meer gebeuren. Ja, daar heeft hij natuurlijk wel spijt van. Ja, heeft hij niet hardop gezegd, maar dat denk ik wel. Ja, en dan hebben we natuurlijk... Ja, en dat was natuurlijk de verschrikkelijke dreun in dat hele verhaal. Dat is die Ali B. Pardon zeg, die Ali B. Ja, die heeft natuurlijk al, toen hij artiest werd, toen heeft hij al gedacht... Oh, maar ik neem alvast... De naam van een verdachte. Ja, ik geef mijn achternaam niet. Ali B. Punt. Weet je wel. En dat komt nu goed uit. Ja. Dat jongen. Die kan het verder schudden. Ali B. is officieel klaar, mijn vrienden. Het maakt niet uit wat er gebeurt verder bij het OM. Of die veroordeeld wordt, ja of nee. Dat is, het doet niet meer ter zake. Ali B. is officieel klaar. Die zien we nooit en nooit meer terug. En dat is terecht. Maar goed, al met al komt het erop neer. En dat is eigenlijk de hele essentie van dit hele gedoe. Wij mannen, handjes thuis.